Ontwaak verworpene der aarde. De internationale werd tijdens de Dag van de Arbeid uit volle borst gezongen. Althans uit volle borst. Met de 40 aanwezigen was het wel een erg intiem feestje. Nou ja, het is al heel wat dat de 1 mei-viering ieder jaar in Leiden nog wordt gehouden. Want er zijn niet zoveel gemeenten meer die dat doen. En wij met de oude socialisten en de afdelingen Oegstgeest en Leiden voor het eerst samen... Ja, hebben dat toch maar weer opgezet. En we vinden het ook heel belangrijk. Meneer Kerenweer, vandaag, Dag van de Arbeid. Was het niet meer Dag van de Gepensioneerden hier binnen? Het is natuurlijk een beweging die zeg maar al heel oud is. En ik denk inderdaad dat die zeg maar vanuit de historie meer bij oudere partijleden leeft dan bij jongeren. En misschien werken de jongere partijleden ook wel gewoon op een woensdag. Dat lijkt me ook een redelijk plausibele verklaring. Dat hebben wij ook in de fractie gezien. Ja, de meeste mensen werken en kunnen ook niet zo makkelijk vrij voor dit soort dingen nemen. Jij bent van een jonge socialiste. Waar zijn je mede-activisten eigenlijk? Ja, dat vind ik natuurlijk ook wel een relevante vraag. De jonge socialisten zijn verdeeld in Den Haag en Leiden. Wij zijn gefuseerd met Leiden. De jonge socialisten in Leiden zijn eigenlijk ook minder actief en daarom zijn we ook met ze gefuseerd. Maar de leden zijn er wel. Waar je de schuld aan kan geven dat de jongeren minder actief zijn in Leiden, kan liggen aan het feit dat hier heel veel studentenverenigingen actief zijn. Dus relatief op latere leeftijd worden de jongeren actief in de politiek. En als ze dat dan worden, dan sluiten ze zich vaak aan de Partij van Arbeid dan de jonge socialisten. Dus onze link moet nog heel erg gelegd worden met de leden in Leiden. Die zijn er wel, maar vandaag ook een beetje zoek. Misschien ook lekker op het terras in de zonnetje. Dus we hoeven niet bang te zijn dat dit... Ja, toch een afspiegeling is van hoe het ervoor staat met de sociaaldemocratie in Leiden in ieder geval. Nou, dat denk ik zeker niet. Als je naar ledenbijeenkomsten van de Partij van de Arbeid in Leiden komt, dan zie je toch heel veel jonge mensen. En ik denk dat het gedachtegoed ook nog steeds levend is. Ook daar, zeg maar, waar juist de internationale over gaat. Hè. Het gaat er natuurlijk toch om in vrede, zeg maar, aan iedereen een fatsoenlijk bestaan te geven en te gunnen. En dat hebben we nog lang niet bereikt. In Nederland zijn we misschien een heel eind op weg. Nou, wat zou ik zeggen? Ook daar is het uiteindelijke doel nog niet bereikt. Maar als je om ons heen kijkt, bijvoorbeeld in andere delen van de wereld, is het natuurlijk diep triest gesteld. Maar hoopt u dan toch volgend jaar misschien iets meer jonge socialisten er nog bij te betrekken? Dat hopen we zeker. En ik denk dat als we wat dat betreft misschien ook iets aan de tijd doen, dat het dan best wel zou kunnen. Of ze nemen maar een halve vrije dag, of ze vragen maar een keer aan de professor of ze een keer niet naar het college hoeven.